soit en chiffres le 13 comme base, le 5 comme coup de poker, le 6 comme tuyau à l'entraînement, le 14, le 15, le 9, le 2 et le 18. Opgang Lokeren had zijn laatste 6 wedstrijden gewonnen en Club Brugge een beetje in neergaande lijn. De vorm was de laatste weken minder geworden. Lokeren, Club Brugge, hier komen de beelden. Er zijn 4 minuten gespeeld. Lokeren gaat in de aanval. En er volgt een overtreding van Mamadou tegen Bruno Versave. Hier komt de vrije trap. Cassie neemt die, een atoomschot met een zware rechtervoet. Jensen is verslagen. Jensen raakt de bal nog wel, zien we in herhaling, maar er wordt bijna omver gekegeld. Het is 1-0. 1 minuut later krijgen we op rechts aangespeeld door Brille. Rosenthal op links, Somers werkt weg. Leo van der Elst stuurt Rosenthal weg. Die raakt eerst een tegenstander en dan de paal. Nog eens deze fase. Somers raakt de bal en dan staat de paal in de weg. Keulemans. Leo van der Elst komt eruit. Hij blijft gevaarlijk hier met een laag afstandsschot. Korte vrije trap, opnieuw Leo van der Elst aan het kanon. Het spektakel houdt aan, de sfeer is geladen. Elektriciteit in de lucht, hoekschop van Club Brugge. Keulemans neemt over met de kop. Didier Mbouyou redt op de lijn. Nieuwe hoekschop. Club blijft inderdaad drukken. En Lokeren blijft gevaarlijk op de counter. Dimitri Mbouyou. Hij geraakt niet voorbij Frankie van der Elst. Ukunen ziet een opening. Doelman Jensen krijgt hulp van de paal. Nog eens een knappe schot van Ukunen. Frankie van der Elst naar Leo. Lokeren probeert er weer gevaarlijk uit te komen. Maar Kreven grijpt op deze manier in. Let dan op de uitstekende pas van Keulemans. De grijze kan er niet van gebruik maken. Balverlies dan van Rosenthal. Ukunen. En zo gaat het naar Patrick Versavel. En dan zien we een nummertje van Nijskens. Nu is Club Brugge weer aan de beurt. Kwerter breekt uit. Het gaat heel mooi naar Kreven. Goede balcontrole, maar dan mist Kreven een open kans. Even later, we zijn in de 39e minuut, een mislukt hakje van Kreven. Bruno Versavel. Van Veerdegem voorbij Mamadou. Broos komt. De voorzet. Nijskens, zwierig ingelopen, kop binnen, 2-0. Lokeren heeft dankzij zijn krachtig wapen van de snel tegenstoten tweede goal gemaakt. Nijskens verslaat Jensen. Mamadou met een hoekschop. Hogenboom met de vuist. Rosenthal. Keulemans met de kop en opnieuw een schitterende reflex van Hogenboom. Zo gaan we naar de tweede helft. Er is precies 1 minuut en 20 seconden gespeeld. Kreven naar Brille. Leo van der Elst kan ideaal aanleggen. Het is 2-1. Nog eens het rondschillende schot van Leo van der Elst. Een ideale start voor Club Brugge in de tweede helft. Ingooi Lokeren dan. Keulemans. Naar Rosenthal en zijn center valt op de dwarsligger. Dit is de herhaling.
Vrij trap Lokre, Cashy natuurlijk. Jensen is verwittigd. Deze keer kan hij de bal in hoekschop slaan. Lange voorzet van Kwerter. De Grijze neemt aan. Rosenthal, de Grijze opnieuw. Leo van der Elst op reserve doelman Dont, die de gekwetste Hogenboom is komen vervangen. Hier zien we Danny Dont nog eens. Hij gooit naar Patrick Versavel. Het blijft snel gaan bij Lokeren. Nijskens, al even snel naar Dimitri Mbuyu. Kreven kan het schot afweren. Met nog 10 minuten te spelen komen Verrijken en Aldo in het veld voor club. Kwerter hier, met een hard schot. Dont lost de bal. Keulemans pakt over met het hoofd. Er is 2-2. Er zijn 35 minuten gespeeld in de tweede helft. Het schot van Kwerter, Dont en dan de kopbal van Keulemans. 3 minuten later, de grote verrassing. Frankie van der Elst. Het gaat naar Kreven. Die draait zich goed vrij. Verrijken geeft diep. Doeman Dont kan de bal niet onder controle krijgen. Aldo profiteert ervan, het is 2-3. Brugge komt van 2-0 terug. De vreugde is uiteraard bijzonder groot. Kijk nog eens naar de ongelukkige doelman Dont en de winning goal van Aldo. Club en het publiek zijn de grote winnaars. Lokeren had meer verdiend. Het is een beerschot.